I mean, I was very quick to find that the need was in me and not trying to ape somebody else, not trying to be somebody else that I'd seen. Also was a strange, more or less strange preference for people like Piaf and Brel, and difficult characters like Iggy Pop, for example. Yeah, I'm drawn to primitives. I like the idea of getting down to the source of what are the confusions and the puzzling aspects of our lives. And all those artists that you mentioned were people who worked on the fringe of the so-called bourgeoisie, and I liked that a lot. I was very drawn to it. Yes, but is there anything different in our lives than just puzzling aspects? Yes, great tragedies and enormous dollops of euphoria, if you're lucky. They come few and far between, but they're worth living for when they do happen. Bad experiences are not necessarily a bad experience. Creative It's juices something come from bad they experiences. do, yeah, Yes. that it's you can I don't think they should be looked at negatively at all. Titelsong van zijn album Black Tie, White Noise uit begin jaren 90. Dat was een grote uitzondering. Het ging over de rassenrellen in Los Angeles van een jaar daarvoor. En over integratie. Actueler kan. You were there when it happened. Yeah. What did it feel like? It really was probably the one of the scariest circumstances that I've witnessed. Iman and I actually were just staying in a place with no television and no. We had a little portable radio, so all that we heard were the 5-minute newscaster coming all the time. And every time that we moved out onto the roof, it was all you could see were these towers of smoke. It was just a very scary feeling. I think the overwhelming feeling was one of a kind of a prison riot, the feeling that inmates wanted to not be contained anymore. You know, I mean, what it did do was bring, obviously, to the surface, so is the dreadful domestic problems that America has. Because there's a sort of a message in this song now, which is quite unusual for you. It is, and I'm not awfully good at doing it. So, I mean, I was reluctant to. I mean, it took me a long time before I really had the real motivation to actually put it down onto record, because it's not a way of working that I'm particularly known for or very good at. But I just felt I should try. But what So I exactly is the tried. message? That I think that we have to look past the oncoming violence, which of course there will be a lot more. That there has to be a point where we must accept, firstly, equality, and then what will happen after that is integration. But integration isn't going to come automatically at all, and it's going to be really quite uncomfortable circumstances for everybody over the next while. Bowie met de duizend gezichten. Popidool en stijlicoon. Met vanaf zijn 15e die andere kleur in zijn linkeroog. Beschadigd na een vechtpartij met een vriend die niettemin altijd zijn vriend is gebleven. The one who is the reason for the fact that you have two different colors in your eyes, he's Yes, still your friend. yes, very much so. Yes. Yes. So one can hit you in the face and still And remain your still be friend. my friend. Yeah, I'm that Yes, kind of no guy. problem. Bowie. Huizen had hij overal. Londen, New York, Zwitserland. En dit verrukkelijke pand op het eiland Mustique in de Caribbean. Dit type huis en vooral de inrichting zeggen als altijd veel over de bewoner. All I feel that I've had is an incredibly rich, full life. If it's God's will, I would like to continue having one. It's been an extraordinary experience. Een aantal jaren wijdde hij zich volledig aan zijn gezin. Het was toch zo dat hij soms jaren achtereen niets van zich liet horen. Een bewuste keuze. I think it's probably good to step back from one's work for a while and try something totally new. I think it does revitalize your original enthusiasms. And that's what it has been like for me over the last few years. And now that I have ventured back into something that's very personalized, it does seem that there's been a lot brewing, and it is just. Thank God this is visual. De laatste anderhalf jaar van zijn leven leed hij aan leverkanker. Bowie voelde het einde naderen. Het album en de single Lazarus zijn daarvan de weerslag. Look up here, I'm in heaven. Maar hij had nog één droom.
een grote muzikale theatervoorstelling met dezelfde titel. Het moest zijn levenswerk worden. En dus wilde hij daarvoor de allerbeste regisseur hebben. De in Nederland werkzame, alom gelauwerde Vlaming Ivo van Hoven, die kort tevoren nog een Tony Award had gewonnen. Tijdens het hele proces van Lazarus was van Hoven een van de weinigen die Bowie over zijn terminale ziekte in vertrouwen nam. Het was een zeer gedurfd project. Ik heb geen faalangst, dat is iets heel raars. Ik heb al vaak gefaald, maar ik heb geen faalangst. Ik durf de grootste en de moeilijkste dingen aan. Ik heb zo tegenover David Bowie gezeten aan een tafel. Dus ik kan ook tegen alles tegen nu. Hè, want ook hij wil eigenlijk maar gewoon iets heel moois maken samen. Dat is wat het, alle groten willen dat. Zoals hij daar sprak, zo was hij ook. Ik zie hem hier niks doen voor jou of voor wie dan ook. Ik bedoel, zo was hij. Dus dat was ook zo fijn aan die man. Die was echt zichzelf. En ik was natuurlijk geen vriend van hem. Ik ben nooit bij hem thuis geweest. Het was niet een man, ja, dat kon hij helemaal niet, een kop koffie gaan drinken in de stad, dat ging al helemaal niet. Ik heb toch gevoeld dat ik heel dicht bij hem geweest ben. Dat weet ik zeker. Dankzij de combinatie Bowie van Hoven werd Lazarus zonder overdrijven een gigantisch internationaal succes. Die voorstelling is geweest. Hij is op die première. En je zei, we hebben toen 20 minuten daarachter gezeten, ja, met z'n tweeën. Was Iman daarbij? Iman was daar niet bij. Die is in het begin niet, die is er op het einde bij gekomen. Oké, okay. Maar die 20 minuten moeten een onvergetelijke indruk op jou hebben. Ja, maar dat was dus... Ja. Het succes van de ene kant, hè, want het was een enorm succes. Hij blij, ja, jij blij. Ja. En dan zit je toch met dat gegeven wat er gewoon hing. Nee, het eerste, wat hij zei, het eerste wat hij zei is, let's make the second one. Hij was blij met je. Ja, en ik keek om naar hem en ik heb hem nooit zo gelukkig gezien met een smile zo. En toen deed hij zo tegen mij. Want voor hem was ook heel belangrijk dit, hè? Hij wilde dat dit heel goed werd. You said, I'm not afraid of dying because I've been so close to it so many times already. Yeah, I think it's more than that, actually. I think it's absolutely ridiculous to be scared of dying because there's nothing we can do about it. That's the easiest reason for it I've ever heard. It's the one given. Yes. And I think if you can let go of that fear and just sort of, hey, we're going to die, it's much easier to live the rest of one's life sort of more fully. Otherwise, you go under this, you feel as though you're under penalty of death, which is known. You are. So you just, the easier that you can accept that fact makes the rest of one's life a lot easier to enjoy, I think. Dacht je er nog zo over op het eind? Omdat hij erover dacht, dat weet ik niet. Maar ik heb wel... Maar dat is interpretatie, Ivo. Ik heb doodsangst in zijn ogen gezien. En dan leef je daar dus een hele tijd mee in je hoofd. En dan komt het op de radio, hoor je uiteindelijk dat hij overleden is. En dan raak je toch weer zwaar geëmotioneerd. Ja, maar die dag... Omdat je ja, dat is raar, hè? Je weet het. Je weet dat die dag eraan komt. En de laatste keer dat ik hem gezien heb op de première was hij echt zwak. Hij zou normaal gezien nooit naar een repetitie gekomen zijn die dag. Hij zou altijd gezegd hebben, I don't feel well. Dan stuurde hij altijd een klein berichtje naar mij als hij niet kon. Dus hij was er natuurlijk wel. Er zijn foto's van. In de kranten stond hoe fantastisch dat hij eruit zag. Ik las in de Volkskrant, ja. Ja, en je ziet het ook, ja, als je de foto ziet. Met mij niks naast aan de hem, hand, dachten we. Niets aan de hand, achter de scène natuurlijk iets meer. Ja. Dus hij was zwak die dag. En dan komt dat bericht. En dat was de 8:00 PM, mijn wekker gaat dan altijd op, nieuwsbericht. En dat was het eerste bericht. En ja, dat was nog niet gebeurd, of de telefoon begon te rinkelen. Dus het was een heksenketel geweest. Alle radiostations, alle televisiestations waren langs geweest. En toen zat ik daar tegenover Matthijs. En hij stelde de eerste vraag, ja, en toen kwam het helemaal... Maar het was ook omdat je... Ik zag al die beelden rondom me heen. En ik zag hem, Bowie zelf, en toen brak het. Maar hij was toen heel kwetsbaar, heel fragiel. En toen wist ik echt... dat het de laatste keer was. Dit is het laatste beeld van Bowie. Als hij na de première het theater verlaat op weg naar huis. Tot volgende week.